niet, hè? Ik zie u al denken, zie daar de gezonde zondaar die zijn zonde komt verkondigen. Maar nee, zo zondig ben ik niet, zo zonde zonder toekomstperspectief. En het raakt me diep, wij, de verloren generatie, generatie Y, blijft er voor ons nog wel wat over van de lovende woorden die beloofden dat jij en ik de toekomst zijn. Alles ligt voor het oprapen. Ik denk van niet, maar wat denk jij? Geboren om in eenzaamheid te sterven, is het aan ons om de wereld die wij hebben mogen erven te repareren met onze ziel en onze zaligheid. Wordt het niet eens tijd dat de overheid begint te nemen van haar verantwoordelijkheid? Dat de verantwoordelijken verantwoordelijk gehouden worden, zonder meer, minder, bijzonder, zonder woorden. Nee, geen woorden, wij willen daden zien. Dat de grootmachten zich organiseren als team, niet gevoed door sociale druk of economisch belang, maar vanuit een interne, zorgzame dwang. Het is toch hun taak om alle hongerige monden te voeden en hun onderdanen voor de komende teloorgang te behoeden? Onderdanen. In dat woord schuilt al een zekere nederigheid. En dat voel ik ook, dat zeg ik tot mijn spijt. Hoezo zijn hun beter als mij? Dit soort kreten hoor je ze in achterbuurten zeggen. Achtergestelde burgers die telkens weer hun vinger op de zere plek weten te leggen. En hoewel wij lachen om de grammaticale imperfectie, zijn zij de enigen die strijden tegen de overheersende perversie. Ja, de burgers zijn de overheid een doorn in het oog. De wereld staat in brand, ja, denk je dat ik daar net loog? Jij voelt toch ook de onheilspellende spanning in de lucht, een snel groeiend ongenoegen van een wereld die zucht, gebukt onder druk van mens en haar overconsumptie. Pakken wat je pakken kan, ongeacht de destructie. Maar het ligt allemaal veel te gecompliceerd. Niemand mag het grote als hij het kleine niet eert. Maar wat nou als ik meer uit mijn leven wil halen? Meer dan oplossingen verzinnen voor aardse kwalen? Elke studie gaat tegenwoordig over het klimaatprobleem. En aan alle veroorzakers, fuck you, feel the shame. Echt, ga je schamen voor alles wat wij door jullie zijn misgelopen. Geïndoctrineerde ontwetendheid ontstaan naar dollartekens in je ogen. En het zieke is dat iedereen zo denkt en dat er helemaal niks zal veranderen. Zolang geld en gemakzucht regeert, blijven wij zo handelen. Waar ik me echt zorgen om maak, is dat niemand het ziet als zijn papillon. Halfslachtig meedoen met de duurzaamheidstrend, waar blijft mijn schouderkloppie dan? Minimale moeite met een maximaal resultaat. 1000 likes op Insta, kijk eens hoe goed dat staat. Ja man, zo kankerlauw, ik heb dit weekend gewoon 36 bomen geplant. Of nou ja, een paar euro gedoneerd aan een arm gastje in een arm land. Waarom de fuck realiseert niemand zich wat er echt gaande is? Zonder dat het wordt voorgekauwd door een sukkel uit de showbiz. Het enige wat hij wil is geld en een wit voetje halen. Al gaat iedereen dood, het boeit hem niet, als we hem maar betalen. Je bent toch niet achterlijk, je kan uit je eigen doppen kijken. We gaan allemaal kapot en ze zullen dansen op onze lijken. Geloof me niet verkeerd, ik ben zelf ook echt een verrotte hond. Een hypocriete lul, nooit nuchter, maar altijd met beide benen op de grond. Misschien wel erger dan de schapen die alles gebleven ondergaan. Ik haat mezelf erdoor, maar ja, daar heeft helemaal niemand iets aan. Ik ga me echt niet inzetten voor het welzijn van mijn medemens. Mijn eigen leven opgeven voor iemand die ik niet eens ken. Ik moet nog de nieuwe serie kijken op Netflix over de vleesindustrie. Oh man, wat ze daar doen? Nee, G, dat kan echt niet. Genietend van een bak shawarma lig ik dan in bed, consumerend, fantaserend over hoe ik de wereld red. Als een soort perverse, voyeuristische daad, terwijl dat lieve varkenslichaampje mijn lichaam in gaat. Toch blijven we gedoemd om op te groeien voor galg en rad. Ik weet dat het zo is, maar is het nou echt zo dat iedereen opgeknoopt aan de allerhoogste bomen de enige manier is om aardse ondergang te voorkomen? Zoekend naar een oplossing kom ik terug op de suïcidale tendensen. De meest non-human-centered oplossing draait misschien toch wel om mensen. Dank u wel.